Dag lieve mensen, ik heb hier de Bijbel en ik wil je een stukje voorlezen en ik wil je ook even zeggen, ik ben hier niet om mensen te veroordelen, want dat mag ik niet eens. Iedereen is voor mij gewoon gelijk, want zo is het gewoon. Dat wil ik je van tevoren even zeggen, dat vind ik gewoon belangrijk om dat even te melden, want wat je ook gedaan hebt, je bent voor mij gewoon gelijk. Maakt niet uit. Maar ik wil je wat dingen duidelijk maken. Wat voorlezen. Dat vind ik gewoon leuk. Antig. En omdat het moet. Want ik ben een boom. En ik moet mijn vrucht delen met andere mensen. Doe ik dat niet. Dan haal ik alle vruchten van mezelf. Dan zal ik ook geen beloning krijgen. Dus. Ik ga maar eens beginnen. Ik begin bij. Ik probeer zo goed mogelijk te lezen. Ik ben nog niet zo'n hele goede lezer. Ik denk ook niet dat ik ook echt de top lezer zal worden in de toekomst. Want dat blijft lastig voor mij. Maar ik zal mijn best doen. Ik lees Matthäus 5. Is het goed kunt zien? Als ik het goed uitspreek, hè? 5. Oké. Okay. Nou ja, papier, vier papier, het gewoon palabra. Ik ben het licht van de wereld. Nou, licht van de wereld, dus. Dat wil zeggen, je hebt geloof gekregen, daarmee ben je licht van de wereld. Maar, lieve mensen, een stad die boven op de berg ligt, kan niet verborgen zijn. Dus, je hebt een geloof van God gekregen, maar die moet niet verborgen blijven. Je moet je uiten. Gedeel je geloof met andere mensen. Geef jouw vrucht over naar andere mensen. Zodat andere mensen ook van die vrucht gaan eten en het lekker vinden. Die verborgen blijven. En ook steek men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat. Onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor alle die in het huis is. Nou, dan ga ik het even anders zeggen. Steek geen lamp aan en zet het even onder je bed of onder je kast. Of verstop het even ergens. Nee, lieve mensen. Steek een lamp aan en laat het schijnen voor iedereen in je huis. In je huis, dat is je lichaam. Dat zijn de mensen die...